Het afgelopen jaar bleek een ware beproeving te zijn voor Jean-Marie Pfaff en zijn vrouw Carmen Pfaff, waarbij ze nu een ingrijpend besluit hebben genomen dat Show News onlangs heeft onthuld. Voor Carmen was 2023 een jaar om snel te willen vergeten. In mei van dat jaar werd ze getroffen door een hersenbloeding tijdens een vliegreis, wat resulteerde in weken van ziekenhuisopname op Mallorca en een langdurige revalidatie bij thuiskomst. Alsof dit nog niet genoeg was, kregen ze in augustus te maken met een angstaanjagende inbraak. Slechts een week na Carmen's terugkeer, terwijl ze bezig was met huishoudelijke taken, drongen drie gewapende mannen hun huis binnen. Ze hadden het gemunt op goud, diamanten en zelfs een Rolex-horloge. Carmen, 77 jaar oud, werd mishandeld en vastgebonden een traumatische ervaring die ze niet zomaar kan vergeten. De nasleep van deze traumatische gebeurtenissen heeft de professor toe aangezet een drastisch besluit te nemen: ze gaan verhuizen. De bekende villa in Brasgaat. Waar tevens de real-life soap werd opgenomen, staat nu te koop. Een grote koopbord siert de tuin, en geïnteresseerden kunnen zich melden bij Makelaardij Accent. De villa, met een indrukwekkende oppervlakte van 3970 vierkante meter, beschikt over een dubbele garage, een apart kantoor en een tuin met zwembad en sauna. Voor een bedrag van 965.000 euro kan deze villa morgen al van jou zijn. Wat betreft de toekomstige woonplaats van de Pfafs, blijft het nog een mysterie. Volgens dochter Kelly zijn haar ouders vooral op zoek naar rust na deze aaneenschakeling van traumatische gebeurtenissen. De verhuizing markeert een nieuw hoofdstuk in het leven van de Pfafs met hoop op een vrediger en veiliger thuis.